Nou, ik vond dat wij aan deze wedstrijd met een uitstekend plan begonnen. Moet ik ook wel zeggen, want dat had ik zelf verzonnen. Maar ik vond vooral dat de jongens voor een hele goede uitvoering zorgden in de eerste helft. Ik vond het klassenverschil behoorlijk. Maar ik vond de afspiegeling in kansen en uiteindelijk ook in goals vond ik heel mager. En dat is iets waar we het in de rust over gehad hebben. En ik vind als je redelijk goed kunt voetballen, dan moet dat zeker in de eindfase van de opbouwaanval, moet dat op een wat ik noem een ambitieuzere manier leiden tot het forceren van kansen. Nou, daar zijn we in de tweede helft wel mee doorgegaan. Ofschoon ik wel moet zeggen dat de goal natuurlijk gelukkig was. Ik kan natuurlijk proberen te gaan opscheppen dat we ook hier al een hele tijd op geoefend hadden, maar dat is niet zo. En dat was tegelijkertijd het breekpunt in de wedstrijd, want vanaf dat moment, uiteraard gaat Willem II wat forceren. Dat deden ze voornamelijk met lange ballen. Maar wij hebben ons eigenlijk daarna alleen maar beperkt tot het verdedigen van die lange ballen. Terwijl onze kracht nou ligt in het doorvoetballen. En in het zoeken van de diepte. En dus vind ik sowieso dat de aanval de beste verdediging is. Maar dat vond ik in deze wedstrijd helemaal. En dat in de slotfase de bal er dan uiteindelijk ingaat, dat vond ik eigenlijk niet eens zo'n verrassing. Dus dat vind ik wel jammer. Maar we hebben wel weer een punt bij. Dankjewel. Geert, voor jou. Ja, ik zit hier wel een beetje tweeledig, want we hadden natuurlijk deze wedstrijd wel aangrijpen om een overwinning binnen te halen. Eerst al hadden we inderdaad moeite om de druk op Excelsior te krijgen. We waren in de omschakeling en dan weten we dat Excelsior daar enorm goed in is. Hè. Het omschakelen, diepte zoeken en bijsluiten, dan een aantal keren gewoon gevaarlijk. Er werd ook een bal van de lijn gehaald bij ons. In de loop van de eerste helft ging het een aantal momenten iets beter, maar we hadden nog steeds problemen met doordekken in het middenveld. Dus we bleven met vier man achterop. Ik had het idee dat de vrije verdedigers de zaak onder controle hebben met Fernandes, maar we hadden niet helemaal de controle op het naar binnen komen van wat die Lameo of wat die Mahelo. Dat kan Alex denk ik beter uitspreken. Zo, je zit we je weten in ieder geval, we weten in ieder geval wie we bedoelen. En ja, daardoor kregen zij ook wel de ruimte om daar balbezit te houden. En dan moest de Vossenbelt moest weer op hem gaan spelen. En dan was Koolwijk weer vrij. Ja, dan geef je ze wel wat mogelijkheden en wat rust te creëren. Wij hadden te weinig rust in balbezit. Wat we afgesproken hadden van een ploeg die graag omschakelt en graag de ruimtes klein heeft. En dan doorvoetballen, dan moet je zelf zorgen dat je langer aan de bal bent. Nou, we kregen dat niet voor elkaar. Toch hadden wij ook wel onze momenten in de eerste helft. Ik kreeg een beetje de indruk dat wij niet in de wedstrijd deelnamen, maar dat vond ik wel. Hè. We hadden wel een aantal spelervattingen. Jan-Ari kwam een keer vrij, Mesio vrij, bal van Niek van de lijn gehaald aan de andere kant. Maar het was niet overtuigend. Tweede helft begonnen we met Junior door de blessure van Landgren. Die dekte wel meteen door. Hadden we iets meer controle, ook in de omschakeling. De snelheid van Junior werd een aantal keer goed gebruikt. Ja, en dan in de loop van de tweede helft kom je heel ongelukkig achter. En daar begon eigenlijk het feit dat Alex zei dat de wedstrijd wat kantelde, dat een breekpunt was. Ik denk dat het ook een mooi bewijs was voor ons publiek. Die waren natuurlijk kritisch en terecht over af en toe de knakpuntjes in de wedstrijden waar we eigenlijk de moraal niet meer hadden om de zaak recht te zetten. Nou, dat hebben de jongens in ieder geval vandaag bewezen. Samen met het publiek, dat moet ik zeggen, die stonden er weer volop achter om de zaak toch om te kunnen draaien. Nou, dat is het positieve van vandaag, denk ik. Achterstand is normaal een breekpunt. Het terugkomen in de wedstrijd op deze manier, dat verdient een compliment. En ja, goed, dat we uiteindelijk daar een punt aan overhouden. Dan moet je, denk ik, gezien de stand en het scorenverloop ook uiteindelijk tevreden mee zijn, hoewel we meer gerekend hadden.